En de starters gevallen. Vlag van starter Martin Eke is naar beneden. De koers begint met een galoppade voor Zaletta Boko. Zaletta Boko aan de buitenzijde gaat helemaal aan de buitenkant, zodat niemand er last van heeft. En de leiding wordt genomen door Weerlicht B. Tweede ligt Ax Santana. Zo gaan ze de bocht in. Op de derde plek aan de buitenkant komt Ruud Pols naar voren met Active Dragon. Ruud en Aad nu naast elkaar. Ze lagen 2 en 3. En nu schuift Ruud door naar voren. En gaan ze de bocht door. En een galoppade in de bocht van André Bakker zijn paard Amazing Lobel. Zo gaan de deelnemers de rechte lijn voor de tribune in. En leiding is in handen van Weerlicht B. Uitgeschakeld nummer 8 galop. Weerlicht B leidt, maar ze komen door 3 sporen naar voren. Derde spoor is op dit moment voor Elko Korrel en Waikiki Sycamore. En zo hebben we nog 2 ronden te gaan. Weerlicht B leidt op de tweede plek Active Dragon. Derde Waikiki Sycamore. Vierde is Ax Santana. Vijfde Yuri Charisma. Zesde plaats aan de relingzijde voor Uranti Forest. 7 aan de buitenkant. Daarnaast ligt Henk Tamminga met Wanda van Ranum. Daarachter achtste gaat nu naar het tweede spoor Ari Alki. En 9e en laatste is Zaletta Boko. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. En het peloton is redelijk bij elkaar. Leider is nog altijd Weerlicht B. Die gaat graag van kop af. Op de tweede plaats Active Dragon. Eerste paard aan de buitenkant Waikiki Sycamore. Maar daar komt een tussensprint van Ari Alki. Die gaat heel hard om het veld heen en die komt uit op een tweede plaats. Ari Alki komt naast de leider. Maar die leider versnelt onmiddellijk en het derde paard springt weg. Dat is het paard van Ruud Pols die daar van de benen ging. Active Dragon loopt inmiddels weer en ligt in nu geen derde meer, maar vierde. En zo zijn de deelnemers de bocht aan het doordraaien en komen ze straks de rechte lijn voor de tribune in. Met Weerlicht B nog altijd aan de leiding. Aan de buitenkant daarnaast Ari Alki. Weer een galoppade achterin voor de al uitgeschakelde deelnemer van André Bakker. En zo komen de paarden voor de tribune langs. Komt een deelnemer in de start van het veld door het derde spoor naar voren. Je moet toch wat als je daar ligt. Wanne van Ranum is aan de opmars bezig. En zo gaan ze de laatste ronde in. Weerlicht B, Ari Alki. Daarachter Zaletta Boko, tweede spoor. Daarnaast is voor Ruud Pols met Active Dragon. En het derde spoor voor Wanna van Ranum. Binnendoor gaat Ax Santana. En zo gaan de deelnemers de rechterbocht door. Op weg naar de rechterlijn overzijde. Met nog altijd Weerlicht B vooraan. Weerlicht B. Daarachter worden de proppen getrokken achter Ari Alki. Robin Bakker wil graag versnellen. Eens kijken of dat ook lukt. Nee hoor, dan gaat hij bij het van de benen. Hij springt. En zo gaan ze door het derde spoor naar voren inmiddels. En dat is Yuri Charisma. Uitgeschakeld nummer 6 galop. Yuri Charisma gaat heel hard naar voren op jacht naar de leider. En komt uit op een tweede plaats. En zo zijn ze op weg naar de laatste bocht. 4 galop. Leider is nog altijd Weerlicht B. Weerlicht B aan de buitenkant, Yuri Charisma. En ze zijn halverwege de laatste bocht. En Yuri Charisma aan de buitenzijde gaat sterker dan Weerlicht B op dit moment. Hij is er voorbij. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Maar Weerlicht B aan de binnenkant vecht nog een keer terug. Weerlicht B, Yuri Charisma. Ze liggen precies gelijk nu. Weerlicht B, Yuri Charisma. Nog altijd liggen ze gelijk. Ze hoeven nog maar 100 meter. Weerlicht B aan de binnenkant komt weer terug. Het is een lichtflits. Die Weerlicht B, daar komt hij aan. Hij zet alles even recht door hier vandaag te winnen. Tweede plaats, Yuri Charisma. En de derde plaats, na die fout, heel knap, Zaletta Boko.